Ja, we zitten in het vliegtuig. We gaan naar Nice met het... Nou, kijk even hoe leuk. We staan in een best wel lokaal winkeltje. Bent u content met de foto's? Nee. Nee? Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is een nieuwe week. En deze week vindt weer plaats in het buitenland. Ho! Ik ben letterlijk net 2 dagen terug uit Benidorm. En ik heb mijn spullen alweer gepakt, want ik ga vanmiddag met Silke naar Nice. Onze eerste zussenvakantie. We hebben er echt allebei mega veel zin in. Het weer is echt verbluffend. Nee, het is echt bizar mooi weer daar. En we hebben allemaal leuke plannen. Dus helemaal zin in. Koffertje ligt daar al helemaal ready. Gewoon lekker handbagage. We gaan 3 dagen. De sproeten zitten er al op. Van de Benidorm trip. En nu gaan we gewoon door met genieten. Benidorm was super leuk. Dat hebben jullie natuurlijk kunnen zien in alle vlogs. En nu gaan we er gewoon weer iets leuks van maken. Dus ik ga mij douchen, eten en dan richting Schiphol. We zijn aan het wachten bij de gate. Olé. We hebben net gegeten. En nu wachten tot ze het vliegtuig in mogen. Ja, we zitten in het vliegtuig. We gaan naar Nice met de 2 jets. En we hebben super chille plekken. Naast ons zit helemaal niemand. Zilf bij het raam. Mooie, goede hoek ook. Goede angle. En we gaan de lucht in en zien jullie weer over 1,5 uur. We zijn aangekomen. Wow, ik heb echt een mooie kop. Het komt door het licht. De reis ging super goed. Echt heel snel. Sneller dan verwacht. Want het zou 1 uur en 55 minuten duren. En uiteindelijk 1 uur en 30 minuten. Houden we van. En we zijn op de kamer. En we zijn echt super blij met de kamer. En ik zal even laten zien. Nou, dit is de kamer. Mega groot bed. Niet normaal. Nou, hij ziet er gewoon echt precies uit zoals op de foto's. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Want soms dat catfish, ik haat het. Nou, dit is ook helemaal top. Feuntje. Wel uit de jaren 80. Maar hartstikke chill. I like it. En ik heb mijn kant van het bed al geclaimd. Nou, wij moeten appen, joh, als wij in bed liggen. Ja. Wij raken elkaar kwijt. Nu gaan we even een beetje installeren hier. En dan denk ik dat we nog even naar buiten gaan. Even een fles water halen ergens. En nog even een klein rondje lopen. En dan lekker naar bed. En morgen genieten van het mooie nieuws. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, onze eerste dag hier in Nice. En we hebben net lekker ontbeten. We hebben niet zo heel lekker geslapen, maar dat kwam hier omdat het gewoon een beetje wennen was. Dus we hebben ons nu helemaal ready gemaakt en gaan nu de stad in. Vandaag is het plan shoppen, strand en de boel hier verkennen. Morgen willen we naar Monaco en dan is het alweer donderdag. En dan gaan we gewoon weer lekker chillen op het strand. En dan gaan we weer naar huis. Dus we moeten echt alles heel goed proppen, want we willen zoveel zien en doen. Gisteravond zijn we al een rondje gaan lopen. Even zonder camera, want we wouden het even een beetje verkennen zelf. En nou, toen hadden we al helemaal stress waar we vanavond zouden moeten gaan eten. Want er is gewoon veel te veel leuks. Dus helemaal chill. We gaan ervoor. We gaan lekker naar buiten. Dit is wat ik aan heb. Leuk topske. En mijn rokje is van Studio Amaya. Echt heel leuk. Ik heb er ook een topje bij. Alleen het topje is een beetje te groot. Had ik wellicht thuis even kunnen passen. Dus nu moet mijn moeder even een beetje inmaken. En dan is het in principe weer een pakje. We zijn in de winkelstraat en we zijn nu bij de Bershka. En ik heb deze 3 topjes die ik even ga passen. Maar ik vind deze eigenlijk wel het allerleukste. Meer rood dan roze. Nou, kijk nou hoe leuk. We staan in een best wel lokaal winkeltje. En deze jurk. Hoe skatig. Helemaal. Een skatje. En we hebben wat basics geshopt bij de Zara. En kijk hoe mooi de Zara hier is. We zijn onderweg naar het strand. Daar gaan we lekker ons broodje eten die we net bij de bakker hebben gehaald. En lekker van de zon genieten. We hebben super lekker geshopt. Waaronder dit topje. Dat moet natuurlijk meteen aan. En ik zal jullie even laten zien hoe leuk en gezellig en vooral druk het hier is. Kijk nou hoe gezellig alles. De terrassen zitten vol. En wij gaan hierdoor naar het strand. En aan het einde van deze tunnel zit een heel leuk restaurant. En daar gaan wij waarschijnlijk vanavond eten. En ons plan
is om vanavond Liro, de ondergaande zon, te gaan bekijken. Maar geen idee of dat in onze planning past. En anders morgen. Bent u content met de foto's? Net om een jeuk te neusen. Bent u content met je foto's? Sorry. Bent u content met de foto's? Nee, ik moet nog een keer. Nee? Nee. Heerlijk de Peerli op het strand gezeten. En nu gaan we lekker naar het hotel wandelen. Nog even boodschapjes doen onderweg en dan uit eten. We zitten bij het restaurant. Oh, wat een mooi plekje. Allebei eindelijk een colaatje, hadden we zoveel zin in. En uitzicht op het strand waar we vandaag lagen. En de palmbomen. Och. En wat gaat u nemen? Pizza Margherita. Pizza Margherita. En ik ga pizza. We zijn in Frankrijk, dan ga je aan de pizza. Eet u smakelijk! Wij hebben echt mega lekker gegeten. Ik loop even achteruit, want daar is de zon. En nu zijn we onderweg naar een heel mooi uitkijkpunt. Waar we als het goed is de zon mooi kunnen zien. Tenminste, dat heb ik bedacht. Geen idee of het zo is. Dus we gaan even een klein stukje lopen. Silke is verbrand. Auw. Auw. Dus het doet heel veel zeer met haar cowboy boots. Maar het gaat goed. Hoe je vandaag al die trap op? Dan kom je weer naar boven. Ja, gaat het goed met je? Wil je dat graag? We gaan dus naar dit plekje hier. Silke wil dus ook naar dit plekje hier toe lopen. Nou ja, waarom ook niet? Ik zal even een hele mooie sweetshot voor jullie maken.